Kolej senso. Ik stuur dadelijk mijn nummer even. En nu hoor je ons niet, dat hebben we gezegd toch? In de discotheek zat ik van de week. En ik voelde mij dat zo alleen. Ik zit op een stoel. Zo, doe even rustig met mijn kind, man. Gym. Je gaat niet eens naar de gym. Oh, damn, man. Yo, flash hier. Ach. Yo, flash hier. Mooi live hier. We zijn weer bij quiz 2. En zoals jullie weten heb ik de vorige gewonnen. En ik denk dat het vandaag niet anders gaat. Shit, veel nek. Ja, maar nek en nek is. Oké, aflevering 2 van Nek en Nek. De mannen praten niet. Wat is de echte voornaam van zangeres Rihanna? Ik weet deze man. Hoe lang heb ik? Zij heet... Ah. Nee. Ja. Robin. Moet je wel gangster. Ah. Ik heb hoofdpijn. Maar ja, oké, okay, nice man. In welk jaar werd het Feyenoordstadion geopend? Feyenoordstadion? Welke? Hè? Kijk bedoel je. Welke is nog meer? Dat is nog... was oud toch? Ik weet het niet hè. 1952. Kijk, ik weet wanneer Feyenoord is opgericht. Ik weet niet of toen de stadion ook is gebouwd. 1908. Dat is dan 1962. 1962, kijk. Ik kan slim zijn en gewoon eentje erboven zitten of eentje eronder. Maar 1962, alsjeblieft, wees erboven. Alsjeblieft, 1963. Wat? Hey, fuck, 36? Man. Hey, tering, zo omgedraaid. Hey, man. Ik heb broer. Ik zei 63, jij zei 64. Wat? Ja. Broer, zei 62, zit je nek. Ik moet het hard, echt, echt hard. Ja, maar broer, ik zeg trillingen, bro. Waar werden de eerste moderne Olympische Spelen gehouden? Dat is... Nederland. Je moet je echt mee kappen. Ik denk dat het in Azië is. Jij moet nu ook een continent zeggen. Een continent? Ja, dat we een beetje in de buurt komen van waar het is. Wil je nu samenwerken? Ja, anders komen we er nooit. Okay, alsof jij het weet, ik weet het ook niet. Zuid-Afrika, man. Nee, Zuid-Amerika bedoel ik. Groot-Brittannië. Hè? Australië? Nee. Amerika? India. Hè? Dan was het gewoon in Duitsland. Hè? Ik weet waar dit is. En dan is Jim. Jim was alsof ik het moest weten ofzo. Spanje. Ik zeg je eerlijk man. Portugal. Nee, dat wil ik zeggen. Ja, maar weet je wat ik nu ga zeggen? Praag. Nee, ik ga je nu vertellen, hij komt uit Rusland. Dat is toch niet in Sovjet-Unie. Oekraïne. Roemenië. Polen. Dat zei ik hè. Italië. Frankrijk. Oh, die is gek hè? Ja man. Frankrijk is A. Oh. Azerbeidzjan. Amsterdam. Atalanta. Ik denk dat je niet gaat halen. Athene. Zie je? Athene, dat is niet in Europa. Griekenland. Griekenland. Is Griekenland in Europa? Hè? Bro, Griekenland, dat is bij dingen hè? Santorini en zo. Ja. Nee, dat is in Europa. Man. Zeg eerlijk. Daar betaal je niet eens met euro. Wat betaal je dan? Slotties. Welke stad? Begon de coronavirus uitbraak. Pak hem. Maar dit is leuk toch? Hij mag eigenlijk altijd als eerst. Welke stad? Wacht. Oké, Tokio, zeg jij voor iets? Hij zei Tokio. Hierna gaan we beginnen lekker vaak. Rome. Nee. Wuhan. Waar is dat? China. Dit is mijn eerste bakken, hè? Lekker man. Was voor de lekker man? Sterk man. Hoeveel maanden is een vrouw gemiddeld zwanger? 52 weken. Nee hè? Oh my. 9 maanden zei ik gewoon. En normaal, hij heeft ook weer iets geroepen. Ik heb niks geroepen. Wat heb ik geroepen? Ja, dit is niet eerlijk. Heb ik iets geroepen? Hij heeft geen punten bij, als jullie het weten. Ik heb punt. Voor die, Ik heb punt. In welk lichaamsdeel zit de meniscus? Dat zit in je meniscus. Meniscus schip in mijn ding. Huh? Maar hij had gewoon zijn beurt. Hij mag hem ook klap geven nu hè? Nee. Helemaal, nee. Dus hoezo niet? Nee. Hij zegt been en heup. Meniscus is je voet. Been. Knie. Oh, dear. Kom. Dat is toch ook been? Nee, bro. Fout, dat is 34. 50, 52. Nee, dan. Gewoon, ja, je moest gewoon roepen. Ik was in de buurt, hè. Je zag het. Wat is de hoofdstad van Turkije? Oh, dit? Oké, jij mag ook. Dit duurt te lang, hè? Ankara. Nee. Oh, weet je maar. Ik wil zeggen, Istanbul. Zo goed, die was helemaal goed. Ankara. Wat zijn de hoofdstanddelen van mayonaise? Eieren. Wat? Huh? Ja, maar ik was nog niet klaar. Ik was gewoon aan jouw reactie aan het kijken of ik goed bezig was. En ik ben bro. En melk. Nee, hè? Hij zegt melk. Even niet. Mayonaise, daar zit in. Eieren. Die zuurigheid, dat is karnemelk. Eieren. Boter. Olijfolie. Hey. Olie.
Kom, kom. Maar bedoel maar eens, want deze was ook niet. Welk land heeft de grootste populatie ter wereld? Amerika. Nee, India. China. Dat kom. Kan toch niet, man? Weet je China gaat gelijk viral, man. Gangnam Style. Kom. Kijk, je doet hard, hè, Mona. Wat is de werkzame stof in ecstasy? In ecstasy? Ah. Ik weet alleen in zen. THC. Amfetamine. Oké, okay. Chloor. Is wat is dat, man? MDMA. Alle tienen zeggen ja tegen MDMA. Ik bedoel rustig, alsjeblieft. Wat is de bijnaam van het Belgische voetbalteam? Ik was eerder, hè? Broer. Ik was eerder. Red Devils. Rode Duivels. Hij is zomaar Engels. Dat kan niet. Hij kan niet zomaar Engels gaan praten. Broer. Het zijn Rode Duivels. Hij zei Red Devils. Red Devils is Liverpool, hè? Rode Duivels is België. Oeh, oeh. Luister. Oeh. Ik heb gewoon gelijk. Oké, dan krijg ik wel een punt. Jij geen bakken. Sorry. Welke vlag is dit? Wie was eerder? Hij was eerder. Hé, is wat vals. Wat is het dan? Irish. Dit is Ivorcus. Nee, dat is niet Ivorcus. Ierland. Ierland. Hij begon zo weer Engels te praten, hè? Bro. Hij begon zo weer Engels te praten. Hé, wat deed het? Ierland. Wie doet dit? Wie doet dit? Conor McGregor, bro. Ja, dat maakt niet uit. Ik heb Ierland. Nee. Bro. Oh. Ja, oké, maar wel. Maar wel. Ik ga gewoon. Luister. Welke vlag is dit? Dit is van dit is Korea, of niet? Nee. Zuid-Korea. Noord-Korea. Noord-Korea, ik heb al gezegd. Ja. Kom niet. Ik heb alle vragen onthouden, hè. Dus ga niks eruit knippen. Dus dat jullie het weten achter de schermen. Geen gesjoemel. Thanks voor het kijken naar Nek aan Nek. En ik heb weer ja, bedankt voor het kijken. You're gonna see, you're gonna see, you're gonna see, you're gonna see.